de kazerne aan de Groesbeekseweg werd dinsdagmiddag een boek over de geschiedenis van de Nijmeegse schoolvereniging NSV gepresenteerd. In het boek beschrijft auteur René Martens het 110-jarig bestaan van de schoolvereniging en het voormalig instituut Wegerif. Honderden oud-leerlingen hebben de afgelopen periode hun ervaringen met Martens gedeeld. Op de locatie ontving burgemeester Brul samen met oud-leraar Jan Boekhoorn het eerste exemplaar van het boek.